We zijn nu ongeveer een kilometer of zes van de hele af of zo. Of weg. 6 kilometer? Ja? Ja, niet meer. Ja, dat kun je dus op de fiets doen. Dat wil zeggen, op een fiets met 20 versnellingen. Nee, we hadden vroeger helemaal geen versnelling. En hoe kom je dan niet? En wij klaagden ook niet. Hoe kom je dan niet Malenberg? We vonden het leuk, hoe kom je fiets erop. Ja, dat kan helemaal niet. Ja, Baal en de steile berg ook. Dat kan helemaal niet. Het was sport. Die weg gaat 45 graden omhoog, er loopt een trap naast. 12%. 12%? Waar? Ja. Er loopt wel een trap naast. Ja, maar die fietst door. De trap op. En meneer Kaplan die fietste dat met één hand, maar dat vonden we heel stoer. En dat probeerden wij dan ook te doen. De veilighoffen zijn een veilen. Wie verzint dat, hè? Wie gaat er nou in godsnaam een dorp veilen noemen? Denk je, oké, dat is stom. Nou, in België heb je dus van die plaatsen, die heten bijvoorbeeld Boven. En dan staat er ook gewoon een naambordje aan de straat. Met Boven en een pijltje omhoog, want daar ligt Boven. Kijk. Dit is klein Zwitserland. Wat was er? De boerin zegt, je kan ook wel praten hoor. Dat is een kerk bovenop, het is bekend. Het is bekend. Ik kan aan die kant waar jij zit, kan ik helemaal niks zien. Oh, nou, even dan wordt het er terug, echt wel wat. Dan is het goed. Originele oude boerderij. Ja, en je nevenputje, dit heb je in Friesland niet, hè? Ja, die hebben ook mooi, daar rijden bootjes door het grasland. Als je dan kanonnen schiet, kun je gewoon mensen denk je dat hier wat gaat daar nou door het gras en dan zie je een bootje varen? Ik kom niet verder dan de volgende heuvel. Kijk, de marentakken, die zijn ook echt hier van Limburg. Als zand dan door je handen glijdt. Mooi kamperen daar op de Rozenhof of in België, kan ook. IJspaleis. Kruis. Mooi weer is natuurlijk helemaal vol. Nou, stel je voor je hebt een skateboard. Dan moet je wel een helm opzetten hoor, als je een skateboard hebt. Ja, de roze bladibla. Ik weet niet hoe je dat filmpje Bourgondisch België-Limburg nog kennen met die atoombom. Dat was hier. Een beetje achter. Daar staan we verdomme steeds mensen. En er staan niet alleen mensen, mam, zie je dat? Caravans. Nee, maar er staan ook echt mensen. Ja, begint weer, natuurlijk. Hè? Maar zo in de winter kun je daar ook weer. Ja, maar daar zaten dus mensen in stoeltjes. Oké. Okay. Ja, die hopen nog een beetje mooi weer. Nou, ik heb kritiek gehad. Van mensen. Ik moet wachten tot jij ook aan tafel zit. Oh, dat is heel goed. Mm-hmm. Dat zei ik ook altijd tegen jou. Oh, ja. Dus dan, hoe is dit dan? Waarom staat die open? Mm. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Er zit kokos door die pindasaus heen. Run is dood, maar het kan ook DMC zijn. Maakt allemaal niet uit, want vandaag testen wij de Cola Light in blik van de Euroshopper. En wie gaat dat testen? Wie gaat dat drinken? Ik. Het is Jano. Jano. Jano is ons proefkonijn vandaag. Want Euroshop Cola, ja, dat is heel erg goed voor kinderen. Er zit kunstmatige zoetstof in. En ze blijven de hele nacht. Ja, ze zijn kankerverwekkend, toch? Ja, dus vandaag, blijven de hele nacht wakker. En je blijft, ja, Janne kon vannacht niet slapen. Ze is wakker. Omdat ik twee blikjes had opgetrokken. Twee blikjes cola. En ik geef hem mijn PlayStation. En dan speelt ze een beetje heel Uncharted in één dag uit. Ja. Nou, hoe is die cola dan eigenlijk? Lekker. Lekker, maar dan noem ik nog niet echt een slok, maar ik wil opdrinken. Zo. Dat hou je wel vast als een blik bier, weet je dat? En dan krijgen we dus nu het verzoeknummer. Soep en een frikandel. Dus daar komt ie. Soep en een frikandel. La 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 la. Weet de soep
soep en een frikandel. La 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 la, soep en een frikandel. La 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 la. En huppen door de frikandel in de soep, soep, soep. Oh, wat een lekkere frikandel. Het is soep en... Nom, nom, er is nom, nog een liedje. Nom, nom, nom. Broodje. Cola. Zo, cola. Nou, ik weet waar... Frikandel. Nou weet ik hoe mosterd wordt gemaakt. Hoe dan? Ketchup en een friet. Ik bedoel mayo. Dus even kijken. Wat staat erop? Ketchup. Bella bella bap. Maar er zit dan mayo bij. Dat is helemaal niet nodig. Ik heb helemaal geen mayo op te doen. Er zit dan mayo bij. Groente. Je hebt toch niet alle sausen van bovenaf gehad? Nee. Mosterd. Soep. Soep er ook op. Ik laat drinken erbij, Tia. Mm-hmm. Ja, wacht. Je hebt een beetje cola nodig. Ja, maar ik... Cola. Zo. Nou, wacht. Wat? Ja. Bij parfum is dat ook zo. Dat stinkt, maar als je het dan bij elkaar gooit... Lekker. Mm. Het ruikt niet lekker, maar het is wel lekker. Nou, eens even de hondjes verzorgen. Die de smaaksensatie. Ja, dit is de schiffeler. Of eigenlijk de schiffeler hoor. Dat is een voormalig kasteeltje geloof ik. Uit de 13e, 12e eeuw ongeveer. Hè. Uit de tijd van Assassin's Creed. Maar goed, het zijn dus allemaal woonhuizen. Het is nu lid van een woningcorporatie. En hier wonen dus iets van 20 gezinnen in hun eigen huis. Hier heb je de ingang van het hek waar mijn moeder dan woont. En hier heb je de voortuin. Dit is de kruidentuin. Praktisch het domein van de onderbuurvrouw van mijn moeder. En dit is de hoeve met de hoofdpoort. Dat is een walnotenboom. En hier gaan de bakkerijen. Die is nu gesloten helaas. Ja, niet veel te zien. Er zit een grote oven in de kelder. En daar gooi je hout in. Dat laat je uitbranden. En dan gaat het brood erin. En dan wordt hier gezamenlijk gebakken. Dat wel. En dit is dus mijn uitzicht als ik het 's ochtends zit te ontbijten. En in de zomer is dat uitzicht nog een stuk beter. Het is verder geen commune of zo. Hier wonen gewoon normale mensen die allemaal hun eigen baan hebben. Sommigen zijn met pensioen. Maar er worden wel veel dingen samen gedaan. Maar je moet het eigenlijk meer zien als een soort wijk. Er zijn nog wel een paar dieren, zoals hier kippen en eenden. Die leggen allemaal eieren. En daar een geitenbok. Voor de melk denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, die appelbomen die leveren echt duizenden appels. En het grootste gedeelte daarvan gaat naar een boer. Die er dan appelsap van maakt. En dan krijgen wij dan een deel van de flessen. Of zij, hè, ik woon hier officieel niet. Maar ik ben hier wel 4 keer per jaar. En het andere deel is dan van hem. En dat is een echt schiefler appelsap. Een oplager van 1000 flessen of zo. Dan hebben we hier de tuin. Niet zoveel te zien op dit moment. Maar je ziet al die vakjes. En dan staat bij de een uien en bij de andere wortelen en aardappels. We gaan naar de Nelson. Want de Nelson, dat ruikt men hier in Limburg. Ja? Wil je nog douchen? Nee. Nee? Nee, ik heb gisteren al gedoucht.
Kijk, Nelson. Ja, alle mensen van tabak, geloof ik weer niet. Nelson, komt dat van de Aldi? De Lidl of zoiets? Ik weet het eigenlijk niet. Aroma verse verzegeling. Nou, ik vind Nelson eerlijk gezegd een beetje sterk. De eerste keer dat ik rookte vandaag of gisteren moest ik ook hoesten. Dat vind ik geen goed teken. Dat heb ik bij Ruba dus niet, hè. En Ruba heb je bij de snackbar. Maar dus heb ik besloten om nou gewoon maar één aflevering per dag te maken. En dat doen we allemaal verschillende dingen door elkaar. Hè. We hadden net de boter, nu zitten we aan de Nelson. En ik heb net de chocololly gevonden. Dus die gaan we ook even testen. Chocololly. Kijk dan toch, het zal wel van Pasen zijn. Ja hoor. Het is een paashaas. Lalalalalala, ik ben de paashaas, ik ben de paashaas. Ha. Nou. Dat is niet de beste kwaliteit, zag je dat? Ik verklaar het graag. Het is bijna snoepchocola. Het ding blijft gewoon heel in mijn mond. Zuigen. Ach. Het smaakt wel naar chocola, hoor, maar wel erg zoet. Ik zou me niks verbazen. 30% cacaobestanden. Dus het is geen cacaofantasie. Kan sporen van noten bevatten. Dat betekent meestal dat ze in dezelfde fabriek ook chocoladepasta maken. Ja. Even vrij harde chocola. Voor de rest is wel oké. Okay. Maar dan vind ik die chocola van de Euroshop al beter. Nou, om 11 uur gaan we naar een begrafenis. Ik weet nog niet of ik daar ga filmen. Ik moet een beetje rekening houden met de mensen daar. Maar ach. Even kan misschien wel. En Robin is helemaal in zijn noepjes, hè? Op de boerderij. Nou. Maar dit is... Dit is de varkensstal geweest waar mijn moeder woont. Kijk, we zijn dus nu bij de receptie van de begrafenis. En daar ligt ons vlees. Daar liggen de broodjes. Hier is de koffie. Oh, zo ja. En dat krijgen wij. En wie leest daar straks? Wij krijgen geen stukje koek of een gebakje of een dun wafeltje of zo. Wij krijgen fly. Dit is de abrikozenvlaai. Komt helemaal naar Limburg. Ja, daar komen nog broodjes bij. Ja. En die is zo zoet, het is praktisch jam wat erop zit. Heb je onze Sandra nog getrokken? Ja, hè? Of heb je nu weer gepraat? Volgens mij wel. Ja, met haar kinderen? Oh, bij mijn moeder heeft ze gelogeerd, daar was ik bij, ja. Ja, en dan wil je niet weten, dit is een begrafenis, kun je nagaan wat een huwelijk doet. Ja. Potje met drie. Red ik toch zomaar? In alle hectiek. Mijn kruimelvlaai te doen, kijk. Kruimelvlaai.
Dat zijn ja kruimels op taartbodem en daartussen zit een soort van dikke pudding. Klein kindje. Lekker. Ja. Ik krijg mijn hoofd weer. Ja. Je bent niet veel veranderd, zei je. Ja. Oh, daar even. Wat is het nu? Stilte de vlaaien taart. Dat is een kruiden. But not least. Ja, maar de rijstevlaai. Ja. Ja. Eigenlijk gewoon taart met rijstpap, hè? Het is heel mild eigenlijk deze. Ja, dat betekent. Je hebt ze ook, want het is echt gewoon echt koekjes, hè, die rijst. Maar echt dunnig. Ja, net pruimenvla. Nee, wat hebben we gehad? Abrikozenvla. Zet ze verdomme kersenvla neer. Toch? Toch allemaal hetzelfde. Ik pak de kleinste nou hoor. Nu vind ik het... Een halve vla op de... Ja, daar gaan we. Wat is het? Pruim of kers? Wat is het? Voor mij is het pruim. Ik heb al die man die dat uur van de onderstand werkt. Kersen. Ja. Ik ben zeker blij dat je niet hoeft te testen, hè? Dat was deel 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ik heb YouTube. Het is YouTube en Marco nog wat. Hoe weet je dat je in een katholieke kerk op de wc's bent? Dan hangen er geen condoomautomaat aan de muur. Oh, je gelooft me niet. Moment. Kerk. Bijgebouw. Een of ander Assassin's Creed teken. Dat zijn de tempeliers. Iemand gaat er met de vlaai vandoor. Ja. Kijk, wc's. Van de kerk. Wel een droger. Wel zeep. Een vuilnisbak. Wc-poppen. Potten. Maar geen condoomautomaat. We zijn hier op de uitlaatplaats. Robin! Kom eens hier, jij. Nee, doe toch niet. Zo. Nee, we zijn hem aan het afleren te blaffen. Iedere keer een tik als hij blaft. Ja, maar luister, een hond blaft en poest met jou. Hij heeft vandaag heel erg geblaft. En normaal zou hij u ook aanvallen. Ja, dat weet ik. Dat doet hij niet. Ja, dat doet hij niet meer. Ik weet hoe waar een hond op zijn bed. Hè, moeder, waarom zit ik een slag op de kont gegeven, dat baardje? Wat is dit? Omhoog gaat de boel. Ikzelf begin ook al aardig hoog te worden. Er zeggen mensen altijd van, joh, wat heig je? Dat komt omdat ik te dik ben, ja? Dan heig je, ja. Al die kritiek de hele tijd op mijn kanaal. Kritiek van mijn moeder. Ja. Oh mijn god. Mini-woedeaanval. Midden in het bos in Heerlen. Oh nee. Ik heb een woedeaanval. Een woedeaanval voor de camera. Oh, Robin. Oh jee. Die bomen zeggen ook niks, hè? Waarom zeggen jullie niks? Jullie moeten me troosten. Ik.
Sorry hoor. Sorry. Dat ik zo lang weg blijf. Ik heb even in de bosjes staan masturberen. Daar word ik rustig van als ik kwaad ben. Dat lucht wel op. Ja, masturberen in het bos. Twee goede dingen in. Oh, wat gaat die boom dan mooi van glimmen, zeg. En vandaag test ik de Goldfield American Shack van de Lidl. Ja, daar zitten dan ook nog vloeitjes bij. Die per 5 koopt, kost 4,15. En ze hebben er een tweede plakstrip bij gedaan. Dat als het ene vuil wordt, dan heb je een reserve plakstrip. Handig, hè? Nou, gaan we testen. De tabak voelt goed aan, is niet te nat, niet te droog. Hij is ook mooi gesield, hè? Dus het is niet van die goedkope shack waar het zakje van open is. Dat is toch wel een bepaalde kwaliteitscontrole. Nou ja, 40 gram. Het ziet er geelbruin uit. Salsaus, hè. Ik moet zeggen, hij is oké. Okay. Ik moet er niet van hoesten. Ja. Gaan we. We hebben in Amsterdam ook wel een Lidl, maar die zit gewoon te ver weg. Om een beetje in het midden vinden. Nou, afgezien daarvan is de shack van Goldfield best goed te roken. Je ziet het, ik moet niet hoesten. Ik weet niet of je mijn Nelson shack review hebt gezien. Die is dan van de Aldi, geloof ik. Daar moest ik wel hoesten. Dat heb ik ook als ik Cornet rook van de Albert Heijn. Niet fijn, die check. Maar ja, goed, dat is persoonlijk. Dat zal bij andere mensen misschien anders zijn. En als je eraan gewend bent, dan is er ook niks aan de hand. Ja, goed, de verdict op zich. Confidence check van de Lidl. Goeie check. En vandaag test ik de Gulpene Franse mosterd. Nou ja, we zitten vlakbij Gulpen. Hè. Dat is een stadje of een dorpje. Er komt ook Gulpene bier vandaan. Ja, die maken dus niet alleen bier, maar ook mosterd. En die mosterd is echt ideaal om een lekkere, dikke worst in te dopen. Een verjaardagsworst. Nou, een dikke worst. Maar, je kan er niet alleen een bruine worst, maar je kan er ook heel goed een blanke worst in douwen. Ja, mosterd. Met blanke worst. Even de stukjes eraf snijden. Anders wordt mijn moeder boos. Maar dat niet alleen. Het is ook ideaal broodbeleg. Ik wil zeggen, als mijn moeder het zakje niet te dicht op slot heeft. We nemen een boterham. Mesje. En dan kun je een lekkere, dikke, laag mosterd opsmeren. En dan kun je best mee overdrijven.
Want mosterd bevat zo goed als geen calorieën. Ja? Nou. Kijk eens wat een lekkere boterham met mosterd. Speciaal voor de verjaardag van je nevenput. Mosterdtaart. Nou. Die geopende mosterd, hele goede mosterd, niet te scherp, niet te mild, staat er bob, zacht van smaak, rijp aan traditie en dat kan je proeven ook. Ja. En nadat we in de kerk zijn geweest, hebben we onze prize. Dit is nou een hostie. Een hostie is dus in het katholieke geloof het vlees van Jezus, van Christus. Daar heb je heel mooi nog een Pax-symbooltje op gezet. Kan je dat? Ja, daar heb je hem. Pax is vrede. De kruis. Ja, het is gewoon praktisch van hetzelfde materiaal gemaakt als... Waar ijshoorntjes van zijn gemaakt, er zit dus nauwelijks smaak aan. Robin, kom eens hier, Robin. Nou, dat klopt. Nou, hè. Even eventjes zakjes. Als je toch eventjes, kijk eens. Oh. Wel opeten, anders kom je niet in, hè? Ja, ja. Gezegend is mijn hond. Moet je opeten? Moet je opeten? Opeten? Maar je hebt toch niks kapot gebeten, man? Hè? Oh, zo. Nee. En nou komt Robin ook in de hemel. Hij heeft toch niks kapot gebeten? Hoe smaken die dan? Hebben we nog een stukje Pax? Oh, nog een stukje Pax. We hebben nog een stukje Pax. Ja. Bella heeft ook Pax gehad. Kom eens. Ja. Geen ruzie maken met het lichaam van Jezus, dat gaat niet. Nee? Jij een stukje lichaam. En jij. Bellakje. Hup, 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 hup. Wil niet naar de hemel. Bella wil niet naar de hemel. Robin wel, hoor. Kom maar gaan naar de hemel. Met mij. Zo, ja, zo. Weer naar de kerk. Nou, dat is dus typisch mijn moeder, hè. Dan koopt ze van die dure kaasjes, hè. Hier de zweetvoetenkazen. En weet ik veel, ingelegde kazen. En, hè? Nog een zweetvoetkaasje. En dan stopt ze dat in de koelkast. Denk je nou serieus dat je iets van die kaas gaat proeven als je die temperatuur naar 8 graden brengt? Dat spul moet luchten, dat moet in de woonkamer, dat moet... Hè, het hoort te smelten. Kijk, het is gewoon een blok rubber geworden. En daar smaakt het nu dus ook naar. En dan kun je wel heel stoer zeggen, oké, we hebben prikketjes en toosjes, maar daarom kom ik dus niet graag in van de volk restaurants, weet je wel. Dan doen ze dat ook. En dan krijg je allemaal blokken verschillende soorten kaas. En er zit dan totaal geen smaak aan. Want smaak is niet alleen je tong. Maar ook je neus, hè. Met je tong is alleen zoet, zuur, zout en bitter. Alle andere smaken is een combinatie van wat je ruikt en proeft.
dat maakt dan die speciale olijvensmaak bijvoorbeeld. Nou, die smaak die ligt dus nu echt in de vrieskist. Letterlijk. Dan proef je niks. Maar goed, dat valt dus niet echt te testen nu. Hm? Wat we dus nu gaan testen is de Force van Jupiler. En wat is er speciaal aan de Jupiler Force? Nou, dat is alcoholvrij bier. Wat alcoholvrij bier? Wat moet ik met alcoholvrij bier? Nou, bier is een goede dorstlesser. En soms, vooral als je niks gegeten hebt, je moet nog rijden, weet ik veel, hè. Als je bijvoorbeeld een tijdje gewerkt hebt zonder dat je hebt ontbeten en je drinkt dan een biertje, stijgt het naar je hoofd. Daar heb je ook niet altijd zin aan. Ik tenminste niet. Dronken is dronken, maar ik hoef niet altijd dronken te zijn. Maar ik heb wel altijd dorst. En vooral in de zomer, hè, is dit een hele goede dorstlesser. Als ik water drink, een glas water, dan heb ik na een kwartier heb ik weer behoefte aan een glas water. Op de een of andere manier, dat doet het hem niet. Spaarwater met bubbels, dat doet het hem wat beter. Dat stimuleert dan het een en ander. Maar bier, dat is een soort mengsel van bitter en weet ik veel. En als ik dat drink, ik doe met een blikje bier doe ik veel langer dan met een liter water. Nou, hoe smaakt deze? Nou, die smaakt niet naar bier. Die smaakt zoet. Normaal bier, daar filteren ze de alcohol uit door een soort koolstofbad te gooien. Maar ik heb het gevoel alsof ze er hier wat bij gedaan hebben. Daar gaat mijn verhaal. Je hebt ook bier dat echt naar bier smaakt. En dit smaakt wel naar bier. Alsof ze er een vleugje banaan doorheen hebben gedaan. Banaanbier, heel licht dan, hè? Ik weet niet of dit lauw te drinken is. Nou, koud gaat het wel, hoor. Maar bier is het niet. Ja, en terwijl de iPad de demo's van Dark Meadow en In Time download, heeft mijn moeder een bak kots voor mij gemaakt. Alsjeblieft, zeg maar. Ik doe meteen weer weg. Helemaal groen spul. Kijk, slijm. Dat is ragout. Champignon ragout met druiven, bananen en rijst. Ah, oké, sorry, mijn fout. Dus, ja, goed. Ik denk dat dan nog een beetje. Met champignons. Maar als je hier nou het restje van in een pan doet met water, krijg je soep. Heb ik uitgevonden. Zo. Een druivenblad. Een druivenbladeren kun je dus gewoon eten, hè? Bij de groepen waar Wilders dat belangrijk en er zit een rijst in, dan ja? Uiteindelijk zegt weer CDA-VVD dat het een beetje sambal voor AOW. Klein beetje sambal. Dat is in vergelijking met alle andere bevolkingsgroepen helemaal niet zo slecht. Maar ja, het wordt de hoogste tijd dat in Nederland, daar vond ik het heel fijn dat jij... Een ruimerblader. En met name volkspartijen, ook de mensen... Met die hebben een beetje de structuur van vlees. ...de nieuwe generaties, heel anders gesprek gaan voeren over de... En ze zegt men dan, ja. Nee, ook je schaduw. Kijk, eigenlijk zou er een gesprek moeten komen los even van die politieke partijen. Nam. In Nederland van de grote vraag. En er zit weer een nam bok tijdens het ook beneden. Toe. Ik lig even op mijn bed, want ik heb bibskramp. Van al het gezit en gedoe en gedraaf en gefiets en weet ik veel. Moet ik lekker tik uitzien, moet kijken waarom de kind. Pop eten. Pop, ik wil pop eten. Gaat mij pop. Hier nog hem wel. Oh, wacht even. Ik film nu in 320 keer 200, want ja. Die VGA-kwaliteit van de frontcamera, dat is ook niet echt super hoog. Ik heb zelfs een beetje het gevoel dat hij hem gewoon opwaardeert.
Ja, dus dat het gewoon 320 keer 200 is. Was mijn hand. En dat hij daar dan 46 keer 480 van maakt of zo. Nou, dan kunnen we net zo goed een 23 keer 200 gaan filmen. Dan kan er zelfs nog 4 keer zoveel informatie op. Maar nu we toch bezig zijn, gaan we testen. Dan heb ik hem. Test ik vandaag de Nicotinel 2 milligram zuigtabletten. Die je in elke apotheek kan krijgen. Maar ook bij de betere sigarettenwinkel, geloof ik, en bij de DA. En wat zijn dat? Dat zijn dus, ja, zuigtabletten met nicotine. En waarom heb ik die? Niet omdat ik aan het stoppen ben met roken, maar mijn moeder, die is zelf al een hele tijd geleden al gestopt met roken. En die wil dus niet dat Marco rookt in haar huis, want dat stinkt. Dus als ik bij haar thuis ben, binnen, dan heb ik dit soort tabletjes. En dat zijn eigenlijk een soort mentholsnoepjes. En daar zuig je dan gewoon op. En daar doe je best lang mee met zo'n snoepje. Echt, nou, als je rustig aan doet, hè, niet op gaat bijten, dan kun je echt zo'n, nou, tussen een kwartier en een half uur op zuigen. Wacht, mijn buik, is mijn buik. Nog een keer, buik, buik, was mijn navel, waar, daar is mijn navel. Oké, heb je dat ook gezien. Maar goed, dan kun je eens een kwartier tot 20 minuten op zuigen. En dan krijg je toch je nicotine binnen. Ik heb tot nu toe altijd kauwgum gehad. Want dan kun je lekker kauwen en dan heb je tenminste iets in je mond. Maar dit doet het dan ook. Alleen vind ik dan wel dat ze dan, als je er lang op zuigt, iets, een soort, je krijgt een beetje een slijmlaag in je mond. Maar ook daar ben ik aan gewend. We wilden eigenlijk kauwgom kopen. Had ik verdomme deze. Maar nu kan ik er goed mee overweg. En moet ik er wel bij zeggen, als je met zoiets begint, ook als je begint met stoppen, met roken, met dit soort dingen, dan staat erop dat je zeg maar 1 tabletje moet nemen, dat je daar dan 2 uur mee moet doen, en daarna mag je weer een anders, met die kauwgom ook zo, helemaal niks aan aantrekken. Je stopt gewoon 2 in je mond, hè, dan heb je 4 milligram. Ik heb het met kauwgom zelfs, dat ik, heb je van die kauwgompjes van 4 milligram, dan stop ik ook 2 van in mijn mond, heb je 8 milligram nicotine in je bek. Maar ja, dan heb je ook eigenlijk helemaal geen behoefte aan roken, hoor. Dat is echt waar, dat werkt echt. Ik bedoel, dat is echt die nicotine die jou doet verlangen naar roken. En als je dan opzuigt, dan ja, dan merk je eigenlijk pas tegen de tijd dat het op is, dat je, oh, wacht even. Ik heb al een half uur geen behoefte aan roken gehad. En die behoefte aan roken, die komt omhoog op het moment dat je, ja, dat die pilletjes of die kauwgom dan uitgewerkt zijn. Nou, die eerste 3 strippen, hè, dat is een tientje, dat is eigenlijk net zoals 2 pakjes sigaretten, kost dat dan. En die eerste 3 strippen heb ik 3 dagen mee gedaan. Dat is eigenlijk bedoeld voor een week, hè, of langer zelfs. 3 dagen was die op, maar nu, ja, met de volgende 3 strippen ga ik meer dan een week doen, of een week of zo. Want naarmate je het langer doet, des te minder behoefte ga je krijgen aan roken. Hè, en des te langer kun je zonder sigaretten, maar tegen de tijd dat je echt helemaal zonder die pilletjes kan, ben je echt wel een maand of 2, 3 verder, hoor. Maar het wordt steeds minder. Dus. En na een week of 3 dan zit je misschien maar op 4 van die pilletjes op een dag. Hetzelfde geldt voor kauwgom trouwens. Dus het werkt wel. Dankjewel. En vandaag eten we typisch Duits
rijbekuchen. Eigenlijk in Nederland heet dat dan rusty. Bontjes en... vlees. Wat gaan we proeven? We gaan het vlees proeven. En wie krijgt hier een bord dan? Van wie is dat bord dan? Le moutard. Is die ook zelf gemaakt? Nee. Oh. Heb ik helemaal zotzaad. Dat is grappig. Vanavond ga ik deze film eens kijken. Is dat niks anders? Nou, iets smakelijk. Dankjewel. Ik ben ook helemaal moe, maar ik kon nou. Mocht dat. Nou. Och nee, kijk eens wat daar staat. Vandaag testen we de Spa Blauw. De Spa Blauw, dat is water uit een fles. Dat is een fles. Er zit water in en dat water ziet er heel erg blauw uit. Blauw water. Jo. En het komt uit Spa. Spa. Even kijken, hoe gaat die dop? Kijk, er zit een kindersleuting op. Zo gaat die open. En dan smaakt die Spa Blauw dan. Nou, die smaakt naar water. Ongelooflijk, ja. Dit er ook rene, rene. Nou, Spa Blauw. Lekker water. Kijk, kan die dop er weer op. Het water is duur, hè? Groet uit Limburg, Pablo. Ja, dat is van België. België, België, België. Heb je weer wat geleerd? En tot de volgende keer. Zo, wat gaan we nu testen dan? Nou, vandaag test ik de Spin Candy. Spin Candy Cola. Het is een ijsje. En tegelijkertijd een lolly. Lolly met een kapje erop. He? Spin Candy. Dat staat hier ook op. Nou, wat is de bedoeling? Even het kapje eraf halen. De bedoeling is dat je deze candy in je mond stopt. En druk je op dit knopje. En dan gaat je lolly ronddraaien. Zodat je dus zeg maar een ultieme smaakervaring krijgt. Ja, het concept is leuk, maar de uitvoering is minder. Want kijk, je stopt hem in je mond. En dan werkt hij helemaal niet. Ik wil zeggen, hij werkt wel. Huh? Heel lichtjes. En misschien dat kindermondjes er wat beter mee om kunnen gaan. Het werkt een beetje. Maar goed, ja, heb je speelgoedje, hè? Toch wel wat te doen. Afgezien daarvan is hij wel erg lekker. Vol, een beetje romige smaak en een beetje cola smaak, meer zoet. Ja, niet verkeerd op zich, maar ja, goed, een beetje onpraktisch om als lolly te eten. Wel het andere voordeel is natuurlijk, dat als je geen zin meer hebt, doe het kapje eromheen. En dan blijft hij wel lekker lang goed. Hè? Voor de volgende zuigbeurt. En misschien kun je er ook nog wel rare spelletjes mee doen, dat weet ik niet zo. Hey, nou ja goed, de Spin Candy. Ook niet duur hoor, 1,20 of zoiets was hier in het tankstation. Nou. Heb je weer wat geleerd? En tot de volgende keer. Zit er ook rabarber in? Nee. Niet? Oh, maar goed. We nemen aardappeltjes. En wat is het voor vlees? Wat is het voor vlees?
sucadelapje en appelstroop en aardappeltjes en uien. Volgens mij zit er nog iets anders. Oh. Celery. Voor het vocht afdrijven. En Chinese kool. En rabarber uit de tuin. En dan zijn we weer aan het eten. Kijk, er zit een vetrandje aan. Dit is nou een vetrandje. Het heeft een vetrandje. Ja, het vetrandje. Maar het is zuur. Nou, dat is pas een lekker vetrandje. Een lekker vetrandje daar. Ik denk van, daar is toch wel wat lekker te halen daar. Oh, vetrandje, hoor je dat daar goed? Daar is toch wat lekker te halen. Dan zijn jullie vast jaloers, hè? Daar gaan we. Haha, jeuk. Jeuk. Het sucadelapje. Moet je dat toch wat zien zitten? Hoe lang? Ja, en mijn wonderpan, maar 20 minuten. Ach, 20 minuten. En mijn wonderpan, normaal is dat 2 uur, hoor. Ze heeft een wonderpan. Aha. Nou, dus, volgende keer appelstroop door je eten. Krijg je ook lekker eten. Het smaakt naar konijn op die manier een beetje. Rode wijn. Een rode wijn. Rode wijn. Wel heel blad van jou. Salade. Salade. Citroenlaurier uit jouw tuin. Boskruiden hier uit de bos. Nu is rabarber. De eerste rabarber uit de tuin. Die smaakt naar vanillevla. Opwonderlijk. Ja, er zit wat rum bij in. Nee, ja, hè. Daarom smaakt hij naar vanillevla. Nou, snap ik het. Rum bij in. Rum. Ja. Nou, ik weet niet wat jullie eten. Maar wij eten dit. Zo, dat is mijn telefoon geüpgrade. Dat was hem weer. En zeg je maar. Zeg maar. En tot de volgende keer. Rubella test het kaderlap. Nou, goed gebeurd. En wat staat daar nu op tafel? Een vers gebakken brood. Ja, en het is nog warm ook, dit brood. En waar eten we dat daarbij? Want dat eten we met rijst. En tomatensaus. Met balletjes. En, wat is dat? Witloof of zo? Gebakken witloof. Nou, ziet dat er lekker uit? Exotisch. Laten we proeven. Ja. Een beetje papperig. En zelf gemaakt. Maar het smaakt heel erg warm. Dezelfde gemaakte kompot. Met, het smaakt Spaans. De witlof. Zelfgemaakte kompot. En de zelfgemaakte kompot moest ik even laten zien. Zo. Gaan we hoor. Oh. Oeh, die is bitter. Dat was goed, hè? Mm-hmm. Bitter in mijn mond. Dat maakt het hard heel zond. Ook al smaakt het naar stroom. Moet je dat afscheuren of zo? Breken, ja. We breken het brood. Het lichaam van Christus. Nou, het is brood hoor. Ja. Het is niet gezegend dus. Oh, mm.
Nou, als je dit in een restaurant eet, dan mag je er al gauw een tientje voor betalen, hoor. Ik dacht, toch? Mijn moeder is een echte kokin. Ik hoop nog wat ze huis heeft. Ja, dat heb ik van mijn moeder. Dat doe ik ook. Mijn moeder maakte van iedere maaltijd een feest. Dan maar had ze niks. Maar bij mij is het altijd blik soep open in de magnetron, deur dicht en koken. Of experimenteren, dan mislukt het meestal. Ik heb dat geduld niet voor. Ja. Pikant, hè? Een beetje pikant. Als je nog moet eten, eet smakelijk. Ik ga weer verder. Tot de volgende keer. Jo. Zo. Nee, we gaan nog niet eten, Bolkestein. We hebben alleen maar even een voorafje. Ja, een voorafje dat mijn moeder heeft gemaakt. Is vissoep. Met kerven of zoiets, hè? Ja, kruid uit de tuin. Kruid uit de tuin? Oh. Maar waarom is hij dan rood? Ja, daar heb ik kruiden in hebben gedaan, hè. Rode kruiden? Ja. Smaakt naar zalm. Mild. Milde soep. En er zit ook room bij. Ja. Wat voor vis zit erin dan? Zalm. In één keer goed. Uit een blikje. Een blikje gemaakt met eigen ingrediënten. Zelfgemaakte vis. Daar zijn we weer. Ik kom net even van de snackbar. En heb ik iets gekocht wat blijkbaar volgens mij typisch Limburgs is. En dat is zuurvlees. Oftewel zuurvlees, zoals ze dat hier noemen. Zuurvlees. Nou, wat is dat? Ja, dit is gewoon een vlees in een saus. Meestal eet je dat bij patat of iets dergelijks. Het ziet er ook heel erg pindasausachtig uit, maar dat is het niet. Het is meer een soort jus, hè, wat bij zit. Ja, hoe het eigenlijk ontstaan is, weet ik niet. Maar ik heb echt zwaar het vermoeden dat het gewoon een vorm van conserveren is. Hè? Want zuur, dat bacterium. Dat heb je wel vaak met andere zuurproducten. Ja, je kan het best vergelijken met konijn, wat je dus ook in het zuur legt. Hè? Tenminste, als je het traditioneel eet. Dus ja, zo wordt het eigenlijk gemaakt. Dus even kijken hoe dat smaakt. Dan moet ik niet met mijn poten in beeld. Zonne. Zie je? Het is echt vlees en uitjes en azijnen, weet ik veel wat er allemaal in zit. En dat is best lekker. Het is niet zo dat het echt super zuur smaakt, hoor. Je moet het echt vergelijken met konijn. En dan is het rundvlees, hè? Dus draadjesvlees. En erg lekker. Maar goed, als je een keer in Zuid-Limburg bent, moet je maar naar vragen, zuurvlees. Dat verstaan ze beter dan zuurvlees.
Heb ik ook net gemerkt. En, ja. Ja, wat zit er allemaal in? Kruidnagel en laurier proef je heel duidelijk. Ja. Het is een beetje zoals haché. Zo kun je het best zien. Maar dan ook nog zuur, hè? Licht zuurig. Dat is door de azijn niet doorheen gaat. Nou, de verdict. Soeblees uit Zuid-Limburg. Lekker vlees. Nou, ik weet niet of je het filmpje van gisteren hebt gezien van België. Maar we waren in Verviers, dat is vlakbij hier, 10 kilometer of zo. En heb ik voor 3 euro heb ik 20 kilo wortelen gekocht. Die zaten in die zak daar. Nou, al zakjes gedaan. Want dat krijgen we niet op in ons eentje. Nou, er wonen hier 13 gezinnen. Dan krijgt iedereen een kilo wortelen van mij, Robin. En omgerekend is dat dus heel weinig. Hè? Zo'n zak, een kilo, is dus 15 cent. 20 gedeeld door 3 euro, 15 cent. Een kopje erbij van Robin en Marco. En dan gaan we die eens wegbrengen. Kijk eens wat Sinterklaas kon brengen. Uno. Zo, het laatste adres. Hier is ook een zak wortelen. Voor Anne. Alsjeblieft. Oh, kind, waar ben ik daar toch blij mee? Ja, 15 cent een wortel. Ik dacht gisteren van, had ik nou maar een worteltje? Ja. Dan konden we vandaag wortelsoep maken. Of worteltaart. Wat? Wortelsoep. Dat lust jij ook wel, hè? Ja, en die wortelen die gaan naar mij op de Molenberg. En dat was hem dan. Algehele dekking. Iedereen blij. Dit zijn de andere potentiële. Probeer de lepel niet te buigen. Dat is geen lepel. Als je dat begrijpt, heb je door dat jij degene bent die buigt. Er is geen... Er is helemaal geen lepel. Nou, is ook handig. Oh. Geen lepel nog. Er is helemaal geen lepel. Jongen. Je blijft je verbazen in die matrix, hè? Ik zou zeggen... Weer wat geleerd. En tot de volgende keer. Geen lepel. Poep, poep.
Dat wordt hakkelijk. Vandaag testen we het broodje rookworst. Kijk. Broodje rookworst van de Lidl. Van Baron, als ik dat goed op zijn kap lees. Nou, er zitten dus gewoon broodjes in. Ja? In plastic. En rookworsten in plastic. En dan moet je eruit halen in de magnetron doen. Seconde 20. En dan heb je hier mosterd. Mosterd. Dat is heel mooi Limburgs. En dan hier het broodje. Broodje. Hoe smaakt dat dan? Nou, dat zijn lekkere broodjes. Nou, ik niet dat ik de microfoon dicht aan het houden ben. En we wel ontdekt dat die broodjes nog niet helemaal gaar zijn. Het is echt bijna zo'n broodje als zo'n broodje papaal. Dus ik denk dat het uiteindelijk de bedoeling is dat je die broodjes eerst voorbakt. Dat hebben wij niet gedaan. Nou ja, dat is gewoon een keuze dan, hè. Maar goed. Ik kan in ieder geval vertellen dat die rookworst gewoon echt rookworst is. Het is dus niet gewoon een goedkoop soort rookworstje of zo. Het is echt wel een rookworst. Is dat geen bokworst? Nee, rookworst. Ja, en dat broodje, dat moet eigenlijk gebakken. Moet dat nog helpen? Maar voor de snelle trek is het best goed te doen. Ja. Er zitten 4 broodjes in, met mosterd en alles. En 1,89 bij de Lidl. Nou, niks van zeggen. Weer wat geleerd. En tot de volgende keer. Zo. Deze doen we ook nog even. Dat zag ik gisteren in de supermarkt in België. Viva of zoiets. Ik ben weer kwijt die naam. Rochefort roomboter. Nou, Rochefort, dat is een plekje in België. Daar komt die blauwe kaas vandaan, die hele romige, die hele dure. Die mag, ja, alleen als die daar vandaan komt, mag die Rochefort heten. Net zoals champagne alleen maar uit champagne mag komen. Maar die maken dus ook boter. Eigenlijk is dat helemaal niet zo raar, want ja, schimmelkaas wordt van melk gemaakt. Dus ja, melk hebben ze toch al. En dan kunnen ze dus ook boter maken. Ja, best logisch. Dat is vrij duur. He, we hadden ook boter van 89 cent. De rosboter, rosvoorboter, die kost 2,20 euro geloof ik, in België. Maar hij is wel lekker, moet ik zeggen. En dat komt misschien ook wel omdat hij gezouten is. Maar het is, hij smaakt niet typisch naar boter. Hij smaakt echt vol. Vol, romig, dat. Maar ook gewoon echt gewoon best een rijke smaaksensatie. Ik kan het al helemaal zeggen, omdat we ook goedkope roomboter hebben gekocht en die is niet gezouten. Ja, dat smaakt gewoon een roomboter, verder niks. Maar deze, deze is echt zo lekker dat je eigenlijk niks daarnaast op je brood nodig hebt. Ja. Ik had gisteren echt dat ik aan het smeren was en die kaasjes zat. En ik dacht, ja, maar dan proef ik die boter helemaal niet meer. Nou, dat zegt wel wat over boter toch, hè? Dat je denkt van, hé. Hey. Dus, ik kan hem echt wel aanraden. En dan heb je dus, in plaats van dat je boter en kaas koopt, koop je alleen de boter. En dan heb je goede boter. Van de Rochefort.
heb je weer wat geleerd. En tot de volgende keer. Wat is dat? Ja, dat is het. Nou. Nou. Ik zit even in de berm. Ik heb even gebedeld. Ik heb net een karabiertje heb ik gekregen. Het is vandaag namelijk de verjaardag van Jeneverput. Die wordt 51 jaar oud. Komt uit België, karabier. €0,60. Toch nog duur. Van de Spar. 4,4% alcohol. Nou ja. Daar mag je dus eigenlijk wel een liter van gaan drinken dan. Dit is van Pafke. Kijk, de Ribi. 4,50, check. Ik wil de Ruba, maar ze hadden al in de Ribi. En toen dacht ik, nou ja, waarom niet? Kunnen we die ook reviewen? Ja, het is een beetje bruinig, donkerbruine check. Ik dacht, dat is geen goed nieuws. Maar het valt heel erg mee, het is goed te roken. Eén hoesje gisteren, kleintje. Niks aan de hand. En wat er ook opviel is dat je hier erg lang mee rookt. Je hebt van die checks zoals palmol, dat is zo op. Deze sigaretten doe je lang mee. Dus het is ook nog een zuinere check. Ik wist niet wat ik meemaak. Hij ging maar niet op, die sigaret. Wel lekker. Oh. Nou ja. Ja, het is goed te roken. Niet te snel. Misschien dat ik wel 3 dagen met zo'n pakje ga doen. En het is vrij donkere verpakking en denk je eigenlijk van ja, dat is zware check. Maar dat is niet zo, het is gewoon halfzwaar, volle smaak. Ik vind hem goed te doen. Ja. Face it, palmol kost €4, dit is hier €50. Het is gewoon een betere check. Daar komt het op neer. Ja, het is pils, hè? Geen bier. Pils is bitterder dan bier, hoewel ik deze niet zo bitter wil, maar dat is dus een verschil. De meeste biertjes, gewone biertjes die je in België koopt, is pils. Brandbier is geloof ik ook officieel pils. Dat weet ik niet zeker. Heineken, dus ja. Bier. Maar goed.
jeneverput. Op jou en je dochters. Ja, die dochters van jeneverput. Ja, heb je weer wat geleerd? Oh ja, lekker bier, dat wel. Heb je weer wat geleerd? En tot de volgende keer. Ja. Hé. Hey. Een bal. Ah, een bal. Bal. Nee, kom hier. Kijk eens, we zijn op de Koninginnedag. En wat ruik ik? Ik ruik allemaal eten. Kijk, hamburgers. En daar. Oh, cola. Zit gewoon nog in. Lekker. Ah, kijk. En een smoothie. Maar even kijken wat nog hamburgers zijn. Zijn er nog hamburgers tussen? Voor mij niet. Even doorlopen. Heb jij wat lekkers gevonden? Hm?